Feest en burgemeester Lieven de Kalewe heeft ons eigenlijk uitgedaagd. Ah, in welke zin? Door een cowboy op de affiche te zetten van de Gentse feesten. Maar Gent is niet de stad van de cowboys, Gent is de stad van de buffalo's. En het wordt ook een uniek moment, want in onze parade loopt bijvoorbeeld voor het eerst Buffalootje mee. En Buffalootje is een reus die door de supportersfederatie van Gent speciaal voor deze parade werd gebouwd. Dimitri, de supportersfederatie is op het idee gekomen om een eigen reus te maken. Waarom? Ja, klopt. In mijn jeugd was er bij ons een plaatselijke hilde die toch wat reuzen in zijn bezit heeft. En ja, dat is altijd blijven hangen eigenlijk. En ik vond dat eigenlijk altijd als klein kind iets waar ik heel hard naar opkeek. En dat dacht ik toch van, ik had dan een keer mijn licht opgestoken bij andere supportersfederaties. En er was nog niemand in heel België die het idee had om een reus te maken. Daarmee dacht ik van, waarom zouden wij als Gentenaars de keer niet in de eerste zijn in iets... Ja. En als er een reus komt, dan was het idee waarschijnlijk al rap gevallen, het moet een indiaan zijn. Uiteraard, ja. We hadden twee ideeën. Een indiaan, wat dat toch het logo is van onze club. Of we gingen anders voor Manse Segers gaan, speler van de eeuw. Maar wie gaat er Manse kennen als hij buiten komt van de jeugd? Dus daarmee hebben we direct de keuze gevallen op de indiaan. Technische gegevens, hoe groot is dat boorlingsken? Hoeveel weegt hij? Hij is maar liefst 3,65 meter hoog. Hij weegt 36,4 kilo. En ze zijn er aan het werken van november tot en met vandaag. Ja, ik had het daar net al even over een praalwagen waar jullie supporters gaan opzetten. Of is dat niet helemaal de bedoeling? Wel, we bouwen wel al een praalwagen. En wat dat wordt, is nog een verrassing. Maar we zoeken vooral supporters die willen meelopen in die Gentse feestenparade. We willen in die parade een tafereel brengen, waarbij we hulde betonen aan Jules Otten, de man die zijn naam aan het stadion gaf. En daar willen we een aantal supporters bij betrekken. We willen dat de supporters de sfeer van in het stadion meenemen in de parade. De supportersfederatie, KAA Gent en voetbal in de stad stellen voor. Een ereronde voor Jules Otten. Vandaag in het Jules Otten Stadion. Van 16 tot 20 juli rondleden in het Jules Otten Stadion. 23 juli ploegvoorstelling op Zimbabwe. Gent, Celtic, Glasgow, 1-0. KAA Gent, Feyenoord, Rotterdam, 2-0. KAA Gent, Club Brugge, 6-2. Dat zou zijn, dat is een zin, dat lijkt me niet.
legat gooi ze, looit ze. Dat vijs gij zich gooi ze. Een buffalo dat ijs in het hooi ze. Te gewoon komen in tegenstand wegblooi ze. Legat gooi ze, looit ze. Dat vijs gij zich gooi ze. Een buffalo dat ijs in het hooi ze. Dames en heren, de openingsparade van de 169e Gentse Feestdag voor nu vertrekken. Regenen of niet regenen, niet pleien! Met een klinkend belsignaal opende de belleman met veel enthousiasme de 169e Gentse feesten. De traditionele openingsstoet kon ondanks het erg wisselvallige weer toch op een grote opkomst rekenen. Er zijn nieuwe dingen, like de buffalo's, dat worden ze aan doen. Like. Dat is niet dat ze mee opstappen. Ik zou de Vries kunnen nacht, ze kwamen hier toe. Zo'n zelve ulder een triomfmars mee. Vrie was. Club nog een beetje brol tussen nu. Maar ja, je moet een beetje brollen om de exclusieve dingen te kunnen uitstaken. Buffalo dat ijs in het hooi ze. Te gewoon komen in tegenstand wegblooi ze. Allegat hooi ze, looit ze. Dat vijs gij zich gooi ze. Een buffalo dat ijs in het hooi ze. Te gewoon komen in tegenstand wegblooi ze. Gaat hooi ze de ploeg van Kent negen dus. De supporters van de tegenstand die blijven op de bus. Want op de bus is het plezant. En al wie het om spelen die buit hier in het zand. Gaan we boezem en angsten en vernederen de rest. De sfeer die er hangt, is nog beter dan 12. Beste ploeg, beste veld en beste 12e man. De rest is geen ploeg die op Gent.nl kan scoren. Is vernederend, we maken ploegen hard in de speel.